Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga de juni-reading doen voor de maagd. Hallo maagd. Ik schud de kaarten altijd voor en daarna schud ik ze nog een keer. Wat is er voor de maagd? De maagd voor de komende periode. Tijd is vloeibaar. Kijk wat resoneert. En het kan ook heel goed zijn dat het niet je reading is. Of dat je op een veel later moment opeens denkt, hey, dat heb ik gehoord. Kijk de reading dan nog eens terug. Ik ben heel benieuwd. Jullie hebben even moeten wachten. Het kan niet altijd. Deze moet eruit. Een ex in het spel. Een ex in het spel. Het hoeft niet de laatste ex te zijn, dat gaan we straks zien. Als je nog geen abonnee bent, druk op de bel. Deze moet eruit. Je wens komt uit. Dat zijn er veel te veel. Wat is er voor de maagd voor de komende periode? Deze moet eruit. De maagd, de maagd. Wat moet de maagd horen? Wat moet de maagd weten? Oh, nou, die vloekt er al uit, dat is duidelijk. Deze moet er ook uit. Ik ga er een wijsheid van het orakel bij halen. Wat is er voor de maagd? Nou, hij klapt al om. Dit is hem. Volhouden. En ik wil ook een oomkaart. Dat heb ik ook bij de andere readings gedaan. Een oomkaart. Welk woord past bij de maagd voor de komende periode? Wat zit er in je hoofd? Deze moet eruit. We gaan kijken. Oké, maagd. Er speelt een ex een rol. Misschien ben jij iemands ex. Uiteraard, het kan natuurlijk vice versa zijn. Een ex speelt een rol en het is tijd om door te gaan. Ja, ik voel het al. Je zit met iemand in je hoofd en het is al uit. Het is uit. Ja, en je weet dat het tijd is om door te gaan. Je weet dat het tijd is om door te gaan, maar je hoofd zit vol. Volhouden. Ik ga zo de kaart voorlezen en ik ben heel benieuwd. En er gaat een wens in de vervulling. Ja, er is storm op komst. Ja, dit heeft alles te maken. Oh, het klopt weer zo enorm. Je bent niet heel erg georganiseerd op het moment. En ook niet praktisch denkend. Je bent een beetje gestrest in je hoofd. Je zit in je hoofd en dat heeft te maken met een ex. Ja, er is hier iemand die ongelooflijk, ja, ik vind het een heel naar woord, player. Maar er is een enorme ervaren player in deze legging, in jouw energie. En dat zou wel eens heel goed die ex kunnen zijn. En waarom heb ik nou toch het gevoel dat het, dat die ex zo ongelooflijk jou bezighoudt, omdat diegene aantrekt, afstoot, aantrekt, afstoot. Althans, dat is geweest. En dat heeft zo'n vat op jou. Het heeft een enorme vat op jou. Want je hebt namelijk nooit vat gehad op die persoon. Die persoon had jou in de greep. Maar jij hebt nooit vat gehad op die persoon. Omdat het altijd weer, ik wou zeggen tussen de mazen door. Hoe zeg je dat? Tussen de, het glipt uit je handen. Het glipt uit je handen. Ik noem dat altijd een paling in een emmer snot. Iemand, een paling, die kun je niet grijpen. Iemand die je niet kunt grijpen. Iemand die ongrijpbaar is. Onbereikbaar op de momenten dat je hem of haar nodig hebt. En misschien wel heel opdringerig op het moment dat je juist weer afstand had genomen. Het voelt weer een beetje als verlating en binding. Maar het is iemand die speelt. Iemand die speelt. En het spel heel goed kent. Ik ben heel erg benieuwd naar deze kaart. Nemen. Oh, nemen.
iemand die jou gewoon heeft, ja, klinkt naar, want je kan het ook op een andere manier uitleggen. Iemand die jou heeft genomen, nemen. Het is iemand die neemt. Iemand die pakt, iemand die grijpt, iemand die pakt wat hij nodig heeft. Iemand die zegt, als ik je wil, dan wil ik je. Hè? Of als ik je niet wil, dan wil ik je niet. Iemand die gewoon krijgt wat hij wil. Misschien ben jij het zelf, maar misschien heb je te maken met deze persoon. En is dat je ex? Het is ongelooflijk. Ja, maar er wordt een wens vervuld. En ik heb heel erg... Ja, ik weet het niet. Ik heb het gevoel dat dat iets anders is. Een wens vervuld in de zin van dat je eroverheen komt. Het lijkt een beetje op een verslaafde liefde. Je weet dat je er niet verliefd op moet zijn. En je kan diegene niet uit je gedachten krijgen. Het lijkt wel verslaafd aan de liefde. Doet me ook weer denken aan het boek van Jan Geurts, Verslaafd aan Liefde. Lees het eens als je daar zin in hebt. En misschien ken je Jan Geurts, geweldige man. Er gaat een wens in vervulling. En ik heb het gevoel, je ziet het hier ook, hè, de paardenbloem, de pluisjes, een wens doen en hem helemaal leeg blazen, kaal blazen. Het kan heel goed zijn dat je jezelf, dat je bidt en smeekt om die persoon uit je gedachten te krijgen. Ja, het is een ex die onder je huid zit. Ik wil nog een kaart en het zou me niets verbazen. Het zou me niets verbazen. Ik wil een Colette-kaart. Ik wil een Colette-kaart. Als onderhuids eruit komt, dan is dat echt... Maar dat hoeft natuurlijk niet. Dat zou te gek zijn. Er komt een hereniging met iemand en je hebt een engel bij je. Je wordt beschermd. Lieve maagd, je wordt beschermd. En die engel die zorgt er ook voor dat jij, ik wou bijna zeggen, een soort toezicht hebt. Dat er toezicht is op je. Toezicht. Ik weet niet waarom ik dat zeg. Maar op een of andere manier is het heel erg belangrijk dat je... Dat je jezelf in de klauwen houdt. Dat je, ik wil bijna zeggen, net als Iep, je eigen hart bij je houdt. Dat je je niet laat verleiden. Want het draait op niks uit. Het komt nog tot niks. Maar deze player, die ex, ja, dit is gewoon die ex. En dat kan een man of een vrouw zijn, hè? Het kan een man of een vrouw zijn en het kan gaan om een relatie met een man, tussen een man en een man en een vrouw en een vrouw en een vrouw en een man. Maar er is hier een ex waar je zo bijna verslaafd aan bent, terwijl je weet, ik moet hem niet en hij is niet goed voor mij of zij is niet goed voor mij. Het kan ook te maken hebben met een borderline situatie, met een narcistische persoonlijkheid. En je hebt er gewoon geen grip op. En je weet dat het tijd is om door te gaan. Dat je het achter je moet laten. Maar je kan het gewoon zo moeilijk uit je hoofd krijgen. Je hunkert naar die persoon en tegelijkertijd wil je hem wegduwen. Hem of haar. Ja. De kaart, deze ga ik voorlezen. De wijsheid van het orakel. Het is heel erg belangrijk dat je volhoudt. Want je bent al een eind op weg, maar je telt eigenlijk de weken of de maanden of de jaren. Dat kan ik niet zien in tijd. Maar je telt in ieder geval de tijd dat je niks van je hebt laten horen. Dat je het weer hebt volgehouden. Het lijkt op roken. Het voelt als roken. Het moeten loslaten, want je weet dat het beter is. En op een of andere manier blijf je er mee bezig. Oh, ja, volhouden. Ben je misschien 47? Dat hoeft niet, hè? Wezenlijke betekenissen, uithouding, kracht. Het kost tijd. Dit is precies wat er gebeurt. Het kost tijd om ervan los te weken. Je zit ergens emotioneel zo aan vastgeplakt. En je weet dat het niet goed is. Maar je bent ook helemaal gedesoriënteerd in je hoofd. Want er is een plus en er is een min. Je wil het en je wil het niet. En die persoon is natuurlijk ook leuk en charmant.
Maar hij speelt of zij speelt. Misschien ben je de ene dag geweldig en de andere dag word je gekrenkt. Werd. Ik moet in de verleden tijd praten, want het is een ex. Maar op een of andere manier ben je verslaafd aan de situatie. De boodschap van het orakel. Om je droom waar te maken moet je op lange termijn denken en geen aandacht besteden aan de schommelingen in je huidige ervaringen. Wauw, het is ongelooflijk. Vreugde en teleurstelling mengen zich met mogelijkheden, dus je hoeft niet bang te zijn dat je zo nu en dan wordt belemmerd. Het leven is geen race. Deze kaart geeft aan dat je uithoudingsvermogen, kracht en geestkracht genoeg hebt om verder te komen. Lieve maagd, deze kaart heeft alles te maken met volhouden, van afstand houden. Laat de tijd zijn werk doen. Laat de tijd zijn werk doen. Ze zeggen wel, hè, tijd heelt alle wonden. Ik weet niet of ik het daar altijd mee eens ben. Maar het is wel zo dat dingen op een gegeven moment wel gaan verdampen. Hè, de hele zware drang en dwang om bij die persoon te willen zijn, die gaan er wel vanaf. Blijf trouw aan jezelf. Je weet dat je meer waard bent. Je wil niet dat er iemand met jou speelt. En je wil al helemaal niet dat iemand op zijn of haar voorwaarden jou ziet of lief is. Nee, je wil een consistent persoon. Alleen je echtheid houdt je op één lijn met de energie van wonderen. Wat voor jou is bestemd, zal je nooit worden onthouden. Denk daaraan. Wauw, ik kan er niet bij dat dit hier ligt. Volhouden. Er is iemand die neemt jouw aandacht, die neemt jouw tijd. Nam, ik moet eigenlijk in het verleden tijd praten. Iemand, maar op dit moment is het in beslag neemt. Want die persoon neemt jou nog steeds in beslag. In je hoofd neemt iemand jou in beslag. Dus diegene neemt tijd van jou. Neemt jouw aandacht. Het is ongelooflijk. Ook al spreek je die persoon niet, ben je niet meer bij diegene, doe je geen dingen meer met diegene. Er heeft iemand een enorme grip op jou. Ik ga de helende engelenkaarten bijhalen. Het is zo ongelooflijk duidelijk wat hier ligt. En er is ook storm. Er is storm en dat heeft te maken met een hereniging. Maar ik weet niet of dat de hereniging zal zijn met deze ex. Om het nog eens even uit te praten. Ik heb het gevoel dat je dat pas kan doen op het moment dat je zo stevig in je schoenen staat en weet, ik kan het aan. Een hereniging zou nu... Nee, dat zou nu niet zijn. Dat komt nog. Dat ligt pas veel later. Dat ligt pas veel later. De storm heeft te maken met de storm in jezelf. De storm die deze persoon in jouw leven veroorzaakt. En veroorzaakt heeft, maar ook nog steeds veroorzaakt. Ook al is er geen relatie meer. Durven dromen. Kijk eens, wat een prachtige kaart. Als je naar deze kaart kijkt, dan word je toch helemaal blij met jezelf. Als je in zo'n kalmte zou kunnen zijn. Wauw, misschien ben je 36. Of misschien ben je wel 63. En dat geldt ook voor deze kaart, hè? Het kan ook 74 zijn, maar dat hoeft niet. Je kunt alle leeftijden zijn. Een man of een vrouw durft te dromen. Ik wil hem toch even lezen, omdat ik hoop dat het je ergens kan kalmeren. Even afleidt van de ongezonde relatie in je hoofd. Minder is meer. We hebben talloze wensen. Deze zijn allemaal bewust of onbewust eens naar de hemel gezonden en zijn daar nu verzameld. De engelen zijn nu bezig met het opruimen van al deze wensen. Er is ons altijd verteld dat we alleen maar mochten wensen wat we graag wilden. Maar alleen eenvoud en nederigheid geven ons vleugels op onze spirituele weg. Wat wij nodig denken te hebben om gemakkelijk te kunnen leven, hebben engelen niet nodig. Hoe zou het zijn als je een week geen wensen had? Als je eens niet dacht, ik zou graag... Wauw, het is fantastisch. Ik vind het een hele mooie kaart met een mooie wijsheid.
dat je eens 1 week, hè, neem stapjes in het niet eraan denken. En ik weet het, als je denkt van, ik mag ergens niet aan denken, dan ga je er juist aan denken. Maar probeer jezelf af te leiden en probeer jezelf de fijne dingen te geven die wel afleiden om aan die ex te denken. Het zou heel goed kunnen zijn dat er in de toekomst een hereniging is. Maar dan hoeft het ook niet te betekenen dat het meteen weer wat wordt. Maar dat jullie een keertje na gaan praten. Ze zeggen wel eens, hè, het beste gesprek heb je met de ex. En dat kan pas op het moment dat er geen belangen meer zijn. Dat de gevoelens zijn verdampt. Dat je niet meer je best doet om de leukste te willen zijn tegenover die persoon. Omdat je hebt niks meer te winnen. En je hebt ook niks meer te verliezen. Nou, lieve maagd. Het is best pittig. Het is best pittig wat hier ligt. En je weet het, en het wordt bevestigd door de kaart, maar je weet het al. Het is tijd om door te gaan. En deze kaart, er is storm geweest met die persoon en er zit nu storm bij jou. Deze kaart is verleden, heden en ook nog toekomst, want je bent er nog niet. Je bent er nog niet. Ja. Je bent zo chaotisch in je hoofd. Ik heb het gevoel dat het nog vers is. Want je gedachten kunnen eigenlijk, die worden nog opgeslokt. Je bent opeens in staat om allerlei ideale beelden te hebben van die persoon. En die persoon, die vrouw of die man, die is ook leuk en heel charmant. Maar op een of andere manier heeft die persoon jou zo in de tang. Die persoon die... Ja, je komt niet aan bod. Je komt niet aan bod. Het is niet gelijkwaardig. Het is ongezond. Er is iemand die daar zo duidelijk de touwtjes in handen heeft en de regie. Maar niet op een manier die... Want dat kan. Er zijn relaties waarbij één persoon de regie heeft en dan vindt de ander het prettig. Maar in dit geval is het niet op een gezonde manier. En je weet dat je meer waard bent. Durf te dromen. Durf te dromen over de toekomst. En dan wordt er een wens vervuld. Volhouden. Als je dat doel voor ogen kunt houden, elke dag een stapje. Elke dag dat je geen contact zoekt, heb je er weer eentje gewonnen. En hoe meer je van jezelf gaat houden, hoe meer je ook misschien kan denken van, nee, ik verdien meer, ik verdien meer. En dan ben je weer een stap verder. Nou, ik val in herhaling. Maar dit is de reading voor de komende periode en vanaf het moment dat je deze reading ziet. Maar dit is natuurlijk al een proces waar je in zit. Er komt Er komt beterschap. Er komt een betere tijd, maar je hebt met jezelf een uitdaging aan te gaan. En er is geen betere tactiek dan tegen jezelf zeggen, ik wil dit volhouden. Ik wil dit volhouden en ik wil niet dat iemand mijn tijd en mijn aandacht neemt. Dat wil ik niet. Nou, lieve maagd. Succes!